Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik eindelijk de chalk ink pads testen van DecoTime. Deze zijn te koop bij de Action. Deze video was al een aantal keer aangevraagd en ik heb alle setjes van 2022 compleet. Dus ik ga je laten zien wat je met deze pads kan doen. Ik zal je wat meer informatie geven over deze pads en we gaan uiteraard testen of het leuk is om mee te werken. Dus mocht je benieuwd zijn naar de chalk ink pads, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, ik heb 6 setjes. Dit zijn weer de nieuwe setjes van 2022. Er zijn al eerdere setjes uitgebracht en elke keer komen er dus nieuwe setjes bij. Op de omschrijving staat eigenlijk gewoon dat het een stempelkussen is, maar je kunt dus veel meer met deze pads. Je krijgt 3 chalk ink pads en 1 keer een metallic inkt. En de metallic, dat is altijd de laatste. Dit zijn de kleuren 61 Pink Lady, 62 Cambage, 63 Lovable en 64 Wine Stains Metals. Dan hebben we hier de 57 Grapefruit, 58 Flush Pink, 59 Sweet Kisses en 60 Red Carpet. En dan is dat weer de metallic. Dan hebben we hier de 49 Spruce Green, 50 Sherlock Tree, 51 Playa Lagoon en 52 Granny Green. Dan hebben we hier de 65 Pastel Purple, 66 Pastel Blue, 67 Pastel Mint en 68 Pastel Yellow. Dan hebben we hier de 69 Cloudy Day, 70 Smoky Green, 71 Golden Retriever en 72 Yellow Gold. En dan hebben we hier de 53 Cosmos, 54 Chinese Esther en 55 Forget Me Not en 56 Sapphire. Dus dat zijn de nieuwe kleuren. Je kunt hier dus gewoon mee stempelen, maar je kunt hier ook achtergrondjes mee maken voor bijvoorbeeld het maken van kaarten. En we gaan gewoon eens even kijken of het interessant is om te werken met deze chalk ink pads. Dus we gaan eens eventjes kijken wat we hiermee gaan kunnen doen. Nou, het leek mij leuk om een voorkant te maken van het thema reizen. En ik heb hier dus een soort van reisstempels. En ik wil dus allereerst even gaan kijken hoe we gaan kunnen stempelen met de pads. Dus ik heb eventjes een blaadje waar ik de stempels op ga doen. Want ik wil straks wat meer dingen doen. Dus ik heb hier eventjes een blaadje. Ik ga de stempels er even uithalen. En nou leek het mij leuk bij reizen. We zitten een beetje in het vakantiethema om sowieso de koffers. Die zitten goed vast, zie ik wel. De koffers te gaan stempelen. Dus ik plak de stempel gewoon zo op mijn pad. Nou heb ik niet echt per definitie een zwarte kleur, maar ik ga deze bestempelen met de 70 Smoky Gray. Dus wat ga ik nou doen? Ik heb hier mijn stempeltje en die druk ik eigenlijk gewoon hier zo op, zodat alles bedekt is met inkt. Zo, en dan plak ik die hier zo op het blaadje. Even aandrukken. Kijk, en dan heb ik de koffers nu gestempeld.
Nou leek het me ook leuk om de tent te doen, want dat hoort ook wel een beetje bij vakantie. Dus dan halen we deze er weer eventjes af. Die leggen we even apart. Die moet zo ook gelijk even schoongemaakt worden. Deze plak ik erop en die ga ik met dezelfde kleur dan bestempelen. Zo, hij is goed bedekt. Die zetten we hier ook zo op. Dan hebben we ook de tent gestempeld. Nou leek me de rugzak ook nog wel leuk en het kompas. Die zou ik eventueel wel samen kunnen doen, want die zijn niet zo heel erg groot. Dus het kompas plak ik erop en de rugzak. Kleerstems kun je heel makkelijk schoonmaken met babydoekjes overigens. Kijk, ik zit nu helemaal onder de inkt. Deze gaan we eventjes bedrukken met het inkt zo. En die drukken we er dan ook zo op. En dan heb je de stempels al klaar. Dus dat gaat al ideaal met deze pets. Nou kun je dus ook overloopjes gaan maken met deze pets. En dit kun je dus doen. Ik heb nu bijvoorbeeld even voor gras uitgeknipt. Nou kun je dat dus doen door twee kleuren te gebruiken. Dat doe je heel simpel. Je pakt je pet en je gaat dit gewoon zo instempelen. Gebruik er altijd wel eventjes iets onder, want het is wel zo dat je wat gaat knoeien. En je wilt natuurlijk niet dat je tafel of je bureau onder de inkt komt. Dus eigenlijk kun je het ook als een soort kleur gebruiken. Moet je natuurlijk wel even goed laten drogen. En omdat ik het leuk vind om het gras in overloopjes te doen, ga ik ook een andere kleur. Maar nu heb je hier dus bijvoorbeeld een stukje gras wat groen is. Nou, dan pakken we gelijk een ander kleurtje groen. En dat wordt dan deze. De Playa Lagoon. En dan ga ik eigenlijk precies hetzelfde doen wat ik net bij deze deed. Ik ga dit gewoon zo, ik doe het nu verkeerd, want hij moet natuurlijk wel goed, opstempelen. Je kunt hem zo donker maken als je zelf wilt. Kijk, en als je ze dan naast elkaar gaat leggen, eigenlijk zometeen op elkaar, krijg je een soort van overloopje. Zie, dan heb je eigenlijk gewoon een overloop van donker naar licht gras. Je zit wel gelijk helemaal onder. En nou wil ik nog even een ander iets proberen, wat ook wel heel leuk kan zijn. Maar ik moet even kijken of dat gaat lukken. Daarvoor heb ik even een soort wolkenrandje geknipt. Als je een machientje hebt, is het natuurlijk nog beter, maar die heb ik niet. En dan het leuke is, je kunt dus een soort wolkjes creëren. Ik ga dit hier nu gewoon zo langs de rand stempelen. Kijk, dan heb je zo een randje.
Dan leg ik hem iets verder. Dan kun je dus eigenlijk gewoon een soort van wolkenrandje creëren. Wat ook wel heel erg leuk is. En dan ziet het effect er zo uit. Ik zal hem even afmaken en dan kunnen jullie straks even het eindresultaat zien hoe dat er dan uitziet. Dan is dit het resultaat van het plaatje wat ik heb gemaakt met de charcoal ink pads. Ik heb eventjes de stempels ingekleurd en zo kun je eigenlijk dus hartstikke leuke kaartjes maken. Ik vind het effect zo wel leuk ook met dat je een soort wolkjes hebt. Ik heb het gras dubbel gemaakt zodat je een 3D effect krijgt. Dus dit kun je dus maken met de charcoal ink pads. Maar je kunt er natuurlijk nog veel meer mee doen. Maar ja, ik denk dat dit zo wel even duidelijk is wat je er allemaal mee kan doen. Nou, wat vind ik nou van de inkpads? Ik vind het hartstikke leuke pads. Je kunt er echt best wel veel mee doen. Stempelen, maar ook achtergrondjes maken. Het is voor mij nu natuurlijk ook nog even een probeerseltje, want het is voor mij ook de eerste keer dat ik het test. Maar ik vind het resultaat tot nu toe wel echt super leuk. Ik vind het ook leuk dat er steeds meer nieuwe kleuren bij komen. Je kunt deze ook gebruiken in combinatie met de blending stool die ze bij de Action verkopen. Ik zal even een plaatje boven in beeld neerzetten, want die hebben ze dus ook bij de Action. En daarmee kun je dus ook deze inkpads gebruiken. Maar ik vind ze in ieder geval super leuk. Ze zijn te koop voor 99 cent per setje bij de Action. Er zijn dus momenteel van 2022 6 setjes. Maar ik vind het zeker leuk en ik zal ze zeker blijven gebruiken. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat jullie van deze setjes vinden. En of het nu duidelijk is wat je ermee kan doen. Ik ben wel benieuwd of jullie ze al eens hebben aangeschaft. Omdat je naar aanleiding van deze video zegt ik zou het leuk vinden om te kopen. Laat het zeker even weten bij de comments. Mochten er nog vragen over zijn, stel ze gerust hoor. Want het kan zijn dat je nog dingen wilt weten. Schrijf ze gerust bij de comments en dan probeer ik er zo goed mogelijk antwoord op te geven. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat ook een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij de volgende video te mogen zien. Doeg!